We staan hier bij het Stoomtreinenmuseum in Valkenburg bij het Valkenburgse Meer. Vorig jaar bestond het museum 50 jaar, maar vanwege de corona-omstandigheden waren ze er niet toe in staat om het toepasselijk te vieren. Hopelijk is dat dit jaar wel het geval. We staan in de werkplaats van de stoomtrein Katwijk-Leiden. Stoomtrein Katwijk-Leiden is een museum en wij restaureren hier oude treinen. En met die oude treinen gaan we rijden voor het publiek. Dus het publiek kan dan echt meemaken hoe het was om vroeger te reizen. Dat doen we meestal dus tussen ongeveer april en oktober en gedurende de kerstvakantie. Zodat mensen toch kunnen zien hoe het was om vroeger met een oude stoomtrein te gaan. Het museum wordt opnieuw ingericht. We zijn in 1992 hier in het museumgebouw gekomen. En na bijna 30 jaar werd het wel tijd om het museum weer eens een facelift te geven. Er wordt nu hard aan gewerkt. Dus we zijn wel van alles aan het oppakken. En we zijn bezig met de verlenging van de spoorlijn. Het is al heel lang een wens geweest om de spoorlijn helemaal rond het Valkenburgse Meer te trekken. Dat is dit jaar eindelijk zover dat we dat kunnen gaan doen. De bouwvergunning voor een brug is aangevraagd. En met een beetje geluk kunnen we ook in de loop van dit jaar de verlenging van de spoorlijn in gebruik gaan nemen. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Dan zijn we 51 jaar oud, maar dan hebben we wel een mooi rondje. Nou, we hebben een aantal projectsubsidies gehad. Dus een aantal objecten, die zal ik u zo wel even laten zien. Daar hebben we subsidies voor gekregen en daarmee konden we wel de mensen aan het werk houden. Het zijn wel allemaal vrijwilligers, dus we hebben geen loonkosten. Maar als er geen werk is, gaan de mensen, ja, die komen dan niet. En dan is dat voor ons ook niet zo leuk. En je hebt kans dat vrijwilligers dan denken, ja, nu ontdek ik een schaakclub en dan blijf ik daar maar hangen. Dus het is wel van belang geweest dat we alle mensen aan projecten hebben kunnen zetten. En met die projectsubsidies hebben we het jaar door kunnen komen. Nou, u zei, u bent vooral afhankelijk van vrijwilligers. U bent er zelf één van. Ja. En u loopt hier dus ook al 45 jaar rond. Ja, ik was 15 toen ik hier kwam. Als kleine jongen. Kon helemaal niks. Kon een band plakken en die hield het mij op. Maar in de loop van de jaren heb ik me wel een aantal vaardigheden eigen gemaakt. Je wordt begeleid en je krijgt dan min of meer een soort opleiding eigenlijk. Het is een heel bijzonder onderstel. Als je het zo ziet, denk je, goh, wat een raar ding. Het is een paar wielen met een ijzeren frame, dat is het dan. Maar het bijzondere eraan is dat het een onderstel is van een tramlocomotief. Een vierkante tramlocomotief. Dat wil zeggen, de locomotief heeft niet het standaard model van een ketel met een machinistenhuis erachter. Maar er zit een hele vierkante kast om de locomotief heen. En dat werd vroeger gedaan omdat de stoomtrams door de steden reden en de paarden die mochten schrikken. Want vroeger ging alles met paard en wagen. En de bedoeling was dus dat de paarden rustig bleven. En als je nou zo'n stoomlocomotief zag met allemaal van die bewegende stangen, dan zouden de paarden kunnen schrikken. Hebben ze een hele kast omheen gebouwd en daarmee bleven de paarden rustig. Het heeft overigens gereden, deze locomotief, tot 1957. Dat is nog vrij lang voor een stoomtram. Dit is een goederenwagen, een hele oude, uit 1885. Die hebben we gevonden als schuurtje, want ze werden vaak verkocht nadat ze uit dienst gingen en als schuur gebruikt. We hebben hem verworven, we hebben hem helemaal gerestaureerd. Dit ding is helemaal uit elkaar geweest. Hij is bijna klaar en weer als nieuw. En hij hoort achter die tramlocomotief die we zojuist zagen. We staan hier in de schilderloods in een net nieuw geschilderde locomotief. Ja, deze locomotief is weer helemaal opgeknapt voor het rijseizoen. We hebben hem geverfd en alle hendeltjes en kraantjes waarmee die bediend wordt, hebben we ook weer helemaal netjes gemaakt. Hier ziet u het gat waar de kolen in gegooid worden, want we rijden echt op kolen. Deze locomotief is weer helemaal klaar voor het seizoen om de mensen te ontvangen in de trein. En vorig jaar, in 2020, bestond u 50 jaar, maar vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk om dat toepasselijk te vieren. Hoe heeft u dat opgepakt? Nou, het was heel jammer, want we hadden echt allerlei programma's in onze gedachten, ook heel veel voor kinderen. Echt een jubileumprogramma, 50 jaar is niet niks. Alleen ja, we konden dat dus totaal niet vieren. We konden maar op bescheiden schaal rijden en dan konden we maar heel weinig mensen per rijtuig meenemen. Dus we hebben dat echt alle regels in acht genomen. Dat heeft ook wel een bres in onze inkomsten natuurlijk geslagen, want weinig publiek is weinig opbrengsten. Dus ja, het was een wat mager jubileumjaar. Maar we zijn gewoon alles aan het voorbereiden. En ja, als het dan dit jaar weer niet zou kunnen, ja, dan schuiven we het weer een jaar op. Maar we hebben het liever toch maar gelijk helemaal klaarstaan. De hele Herensingel, hè, van daar van de brug,
tot bij de Zijlpoortbrug. Die gaan we aanpakken. De gemeente Leiden gaat de walkant van de Herensingel vervangen. We krijgen een nieuwe houten damwand van gecertificeerd hardhout. Die planken die zijn 6 meter diep. Nou, 4 meter zit dan echt in de grond. Een meter zit boven in het water en een meter steekt er bovenuit. Om de werkzaamheden mogelijk te maken, moeten de woonboten langs de kant tijdelijk om beurt te verhuizen. Zo'n boot wordt dan verplaatst en we zoeken dan nog een goede plek voor die woonboten. Dat die mensen daar dan een week kunnen zitten en daarna dan komen ze weer terug. En dan krijgen ze op de plek waar ze komen te zitten een elektriciteitsaansluiting en voor de riolering. En dat ze zo min mogelijk overlast hebben. Maar de exacte locatie zijn we nog aan het onderzoeken. Wim van Dorp woont in een van de woonboten. Hij vindt de verhuizing best spannend. Er gaat natuurlijk nog wel eens wat mis. En als er wat misgaat, dan heeft iemand anders een lekkage en ik lig met mijn boot op de grond. Nou, hier beneden, het is gewoon een betonnen bak van, nou wat is het, 11 maal 6 centimeter. Wat ik ook gebruik als opslagruimte. En daar lopen natuurlijk ook weer waterleidingen doorheen. En die waterleidingen, ja, die zijn gesoldeerd, blijkt. Dat weet ik ook allemaal niet. Maar dat soldeer, dat blijkt dan weer op te kunnen lossen of te verpulveren. Of God mag weten wat daarmee kan gebeuren. Maar die dingen kunnen dus ook weer gaan lekken. En zo zijn er een groot aantal dingetjes die toch moeten gebeuren voordat deze boot is, die ogenschijnlijk in goede staat is, weggesleept kan worden. In een brief liet de gemeente de woonarkbewoners weten dat ook de gebouwtjes op de kant moeten verdwijnen. De schuurtjes die precies op de walkant staan, want we moeten ons werk kunnen doen en die aannemer moet erbij kunnen komen. Dus als we daar die week bezig zijn op zo'n locatie, dan moet die schuur verplaatst worden. En daar assisteren we wel bij. Want dat is ook voor ons gemakkelijk, want dan kunnen we snel ons werk kunnen doen. En daarna wordt die weer teruggeplaatst samen met de bewoners. De werkzaamheden starten binnenkort en zijn voor de zomer afgerond. Hier komt de keuken zo meteen. En hier halen ze meteen iedere ochtend een lekker warm broodje uit de oven. Tot helemaal hierachter komt de zithoek. En hier komt een douche. En hier komt de toilet. Er moeten ook genoeg bedden in komen. Daar hebben we gelukkig boven nog de ruimte voor. En ze slapen heerlijk, toch eigenlijk? Die we ook niet mogen vergeten is de voorkant van de bus. Dus als ik jou was, zou ik zorgen dat je hier komt te zitten. Dit avontuur begon ongeveer een jaar geleden. En toen hebben we deze mooie bus gevonden. Die hebben wij helemaal gestript. Dus helemaal met grond gelijk gemaakt ongeveer. En we hebben superveel geleerd van bijvoorbeeld YouTube, bedrijven gebeld voor advies, vrienden die al vaker geklust hadden. En nu bijna klaar, hè? Zeker, nou bijna. Nog drie maanden. Jullie zijn al een hele tijd aan het werk met een omgevingsvisie voor Leiden 2040. Dat klinkt nog heel ver weg. Ja, maar het is ook tegelijkertijd heel dichtbij. Hè? We zijn echt bezig met de toekomstvisie van de stad. En we hebben al een eerste omgevingsvisie neergelegd in 2019. En nu hebben we een tweede versie. En daar zijn we een stuk concreter geworden om echt de woningbouw te combineren met mobiliteit. Met hè, waar heb je de banen, waar heb je het groen. Dus en ja, we hebben dat ook helemaal in kaarten vastgelegd. Dus er zitten ook vier thema's in, hè? Blauw en groen. Dus, en je ziet ook vanuit de stad dat er heel veel behoefte is om doorzichten van waar gaan we nou naartoe. Hè? Als we zoveel bouwen, houden we dan nog groen over? Nou, die kaarten maken heel mooi inzichtelijk waar we groenstructuren kunnen verstevigen. We hebben bijvoorbeeld Single Park. Maar wat we nu zien is dat er ook een tweede ring kan gaan ontstaan. En dat is ook heel mooi zichtbaar op die kaart. Dus een buitenring. Met notabene nog spaken die dan echt haak staan op die ringen en die naar buiten gaan. Ja, want even voor de duidelijkheid, dat is niet de buitenkant van de singels, maar veel verder weg nog, hè? Ja. Een veel grotere ring. Ja, een veel grotere ring. Dus eigenlijk een soort. Waar loopt die dan ongeveer? Nou, echt op de buitenlijn en de contouren van de stad. En daarbinnen heb je dus ook nog de spaken en de verbindingen. En dat willen we dus ook op deze manier goed inzichtelijk maken, zodat we ook echt, als we dan inderdaad aan het bouwen zijn, ook goed kunnen laten zien van waar we naartoe gaan. Nou, dat is de ene lijn. Dan hebben we nog een lijn. Dan hebben we
het vestigingsklimaat. Daar laten we zien, dat is ook heel vaak de vraag, ook vanuit bedrijven, van ja, maar waar kunnen wij ons dan, kunnen wij nog wel voldoende vestigingsplaats hebben? Nou, dat maken we ook inzichtelijk in die kaart. Van, we hebben natuurlijk het Leiden Bioscience Park, wat enorm groots is en ook nu ook internationaal natuurlijk op de kaart staat. Maar zo hebben we allemaal locaties aangeduid, verschillende type bedrijven in de stad en waar daar ook plek kan zijn, ook richting 2040. Waar we nu staan, de Lammerschans driehoek, dat is ook echt een van die hele nieuwe wijken eigenlijk van Leiden, hè? Ja, nou dat is het leuke, want naast die twee thema's hebben we dus nog een derde thema, dat is duurzame mobiliteit. En dan maken we echt die shift inzichtelijk, hè, naar OV en naar fiets. En er zijn ook altijd heel veel vragen over in de stad, dus ik zou zeggen, bekijk die kaart ook. En dan hebben we de ondergrond, en die maken we ook inzichtelijk, hè, waar bijvoorbeeld energiestructuren moeten komen, omdat we natuurlijk ook warmtenetten willen aanleggen. Maar ook plant- en dierruimte willen geven. Nou, jouw vraag ging natuurlijk over, ja, we staan hier. Dat heeft heel erg te maken met, wat voor klimaat wil je nou creëren? Nou, dit is dus, de Lammerschans driehoek, is een hoogstedelijk dynamisch klimaat. En daar hebben we natuurlijk, ook de binnenstad is natuurlijk een echte stadskarakter. En zo hebben we dus op de kaart aangegeven dat we daarnaast, dus die binnenstad, dat meer stads en levendig is. Dus dat is een tweede type klimaat. En dan hebben we een derde type klimaat, dat is eigenlijk groen en luw. En die zitten aan de zijkanten van de stad. Zodat een ieder die ook in de stad woont of iets in de stad wil gaan doen, ook weet van wat voor klimaat we willen creëren, wat voor woonklimaat. Als we hier even achter u kijken, daar verrijst ook zo'n heel groot nieuw wooncomplex, de Ananas. Hè? Ja. Hoe hoog wordt die eigenlijk? Nou, die wordt volgens mij iets van 50 meter. De exacte afmetingen moeten we even checken. Ja. Maar we hebben inderdaad ook in die omgevingsvisie hebben wij de locaties aangewezen waar hoogbouw kan plaatsvinden. Want er is altijd een enorme roep in die stad van ja, hoe hoog gaan we dan? En is dit de enige locatie of willen we dan meer locaties? Nou, we hebben de hoogbouwparagraaf toegevoegd in die omgevingsvisie. En daar hebben we dus inzichtelijk gemaakt waar er hoogbouw kan plaatsvinden en hoe hoog dat dan kan gaan. En hoe hoog kan dat dan gaan? Want we weten niet. Bij de Willem de Zwijgerlaan tot 115 meter. Gaat dat dus op meerdere plekken gebeuren? Nou, we hebben in deze omgevingsvisie, wat overigens een concept is, hè, daar kunnen mensen nog op reageren. In deze omgevingsvisie hebben we 4 locaties aangewezen. Dat hebben we ook gedaan na een week van de Leidse hoogbouw. Hè. Dus we hebben ook al input opgehaald en nu komt de tweede ronde. We hebben die 4 locaties is dan Leed. Dus het is echt langs de wegen en langs LV. Tweede locatie is stationsgebied. Daar hebben we 2 plots aangewezen, of in ieder geval 2 sterretjes staan. En helemaal aan de andere kant, dat noemen we Entree West. Dat is daar, bij Holiday Inn in de buurt. Nou, dat zijn 4 locaties waar echt wat meer de lucht in gegaan kan worden. En je ziet natuurlijk vooral ook wat ik net zei bij OV. En langs snelwegen kunnen we gewoon iets meer die hoogte in. Dus we hebben variatie van 50 naar 70 en hoger dan 70. En hoger dan 70 is echt maar alleen op die 4 locaties. En is dat dan à la Liet, die 115 meter? Of nou ja, bijvoorbeeld in Rotterdam gaan ze ook wel een paar 100 meter de lucht in. Nou, wat belangrijk is voor die hoogbouw, dat we daar echt ook een kwaliteitstoets aan koppelen. Dus het is meer dan 70 meter. Maar we hebben wel gezegd, er moet ook echt goed gekeken worden wat voor kwaliteit er wordt neergezet. Dat is dus kwaliteit van het gebouw, maar ook ten opzichte van de omgeving. En hoe je varieert in de hoogbouw. En wat we ook heel mooi in de kaart over hoogbouw hebben aangegeven, zijn de historische zichtlijnen. Want daar hebben we ook naar gekeken. Hebben we al 70 meter in Leiden? Ja, wij zijn natuurlijk bezig ook in het stationsgebied. Hè? Dus iedereen kan ook wel zien wat 70 meter is. Het is natuurlijk ook, je bent met een volgende schaalsprong in die stad bezig. En onze opgave is om dat zo goed mogelijk te doen. En je ziet ook in de stad natuurlijk dat mensen ook denken van wauw, wat is dat hoog. Maar je ziet als er dus inderdaad zo'n klimaat ontstaat. En als je ook doorzicht geeft van waar het groen moet komen, hoe de mobiliteit is geregeld. Dat je dan ook één geheel gaat krijgen. En daar, dat is uiteindelijk de taak en de opgave waarvoor we staan als deze stad zijnde. Lieselotte Rambonnet van de Universiteit Leiden. Wat heb je precies in je hand? Ik heb hier een baars uit de Leidsgracht. Die is in een corona handschoentje, zo'n wegwerphandschoentje, vast komen te zitten en overleden. En die is gevonden door vrijwilligers van de plastic spotter Canovloot, die elke week, elke zondag het water opgaat om afval te vissen. Ja. En dat gebeurt vanuit, we staan nu in het brugwachtershuisje bij de Marebrug. Ik wist zelf, ik ben hier heel vaak langs gefietst, het was me nooit opgevallen dat dit hier is.
Ja. Maar jullie, wat doen jullie hier precies? Vanuit hier coördineren we de kanovloot die echt afval uit de grachten haalt, maar ook het echt onderzoekt. Want we willen graag die kraan dichtdraaien, dus verschillende soorten afval aanpakken. Waaronder dus ook de mondkapjes en de handschoentjes. Bij een kano-sessie vinden we wel meer dan 100 van die mondkapjes. En alleen in de binnenstad, een rondje door de binnenstad. Ja. Meer dan 100 alleen in de binnenstad? Ja. En niet alleen in Leiden is dat, geloof ik, een probleem. Nee, ja, we waren benieuwd. Dit gebeurt dan in Leiden. En we hebben ook meerkoeten die mondkapjes in hun nest gebruiken in Leiden. We waren benieuwd eigenlijk in hoeverre gebeurt dit verder met andere dieren over de hele wereld. Dus wij, Auke Florian Hiemstra, mijn andere collega en ik, die hebben in kaart gebracht wat er bekend is. Aan de hand van social media berichten, maar ook aan de hand van nieuwsberichten. Verstrikkingen van dieren in mondkapjes, maar ook honden en katten die zo'n mondkapje inslikken. Van alles zijn we tegengekomen helaas. Ja. Is dat heel schadelijk als dat ingeslikt wordt? Ja, nou is het bij een hond en kat, komen de eigenaren er gelukkig best wel snel achter en kan de dierenarts er iets aan doen. Maar heel veel dieren raken verzwakt, verhongeren, doordat ze plastic in de maag hebben of omdat ze verstrikt raken. Maar dan zit die maag vol, dus dan past er geen eten meer bij. Nee, en is dat hongergevoel ook weg. Dus dat kan heel schadelijk zijn, ja. Ja, die meerkoeten, die maken er een nest van. Dat is dan wel weer creatief. Of kan dat ook nog kwaad? Ja, nee, precies. Het is ook wel een soort positief iets. Hè? Dat, je hebt hier allemaal mooie steile kaders, niet zo heel veel groen. Dan gebruiken ze dat afval. En tot nu toe gaat dat best wel goed. Maar ze kunnen er misschien wel verstrikt in raken. Dat weten we nog niet. Ja. Zwembad De Vliet is aan het eind van het vorige zwemseizoen dichtgegaan, maar de winter was geen gewone winter. De afgelopen maanden zijn heel veel mensen bezig geweest om de tegels te vervangen, het zwembad van een nieuw verfje te voorzien, de kleedkamers weer helemaal fris te maken en heel veel lokkers te plaatsen. Een grote wens van heel veel bezoekers van het zwembad. Ja, klopt. Ze hebben vanaf september vorig jaar, 2020, hebben ze het hele bad gestript. Zoals je kan zien, alle tegels zijn vernield, vervangen. Ze hebben ook onder de grond heel veel leidingwerk vervangen. Vanuit de technische installatie, de machinekamer, alles vernield. En in de tent daarachter zijn ze nog bezig met tegels aan het plakken. Dus we hopen op 1 mei open te gaan. Is het zwembad dan ook gewoon meteen helemaal in bedrijf? Ja, de doelstelling is nog steeds 1 mei om gewoon dat de mensen kunnen zwemmen. Exacte openingsdatum weet ik niet, maar rond 1 mei is wel de streefdatum dat het water gewoon warm, schoon is. En dat de mensen kunnen zwemmen. Het gras om het zwembad dat heeft een beetje te lijden gehad onder de werkzaamheden, maar dat komt weer terug. Ja, er zijn wat vrachtwagens en wat materieel overheen gereden om het materiaal aan en af te voeren. Er wordt binnenkort weer ingezaaid, want het zal wel eventjes 2-3 maanden nodig hebben om het weer tot gras te laten worden. Is een buitenzwembad eigenlijk nog wel van deze tijd? Nou, er zijn zelfs in andere steden, zoals Amsterdam, die hebben het hele winter het buitenbad nog gewoon open gehouden. Dus dan had je gewoon nog kunnen zwemmen, ook in coronatijd, met de regels die natuurlijk gelden voor corona. Tot slot, er zijn ook mensen die denken dat jullie hier een binnenzwembad aan het maken zijn, maar dat klopt niet helemaal, hè? Nee, er zijn wel mee bezig. Verderop op het grasveld hierachter komt er inderdaad een binnenzwembad en een overdekte ijsbaan. De verwachting is eind dit jaar dat de eerste paal de grond in gaat. En over hopelijk 1,5-2 jaar dat we kunnen schaatsen en zwemmen onder één dak. Na 26 jaar moet scoutingvereniging Paulus Leiden de loods naast het Bonaventura College verlaten. De grond die we gebruiken waar de loods op staat huren we van het Bonaventura College. Van de school ook wel. En die willen de grond terug hebben. Dus ze gaan een kantoor erop bouwen voor hun eigen bestuur. Ze willen dat allemaal bij elkaar hebben, zodat alle bestuursleden dicht bij elkaar kunnen zitten. En de grond is van hun, dus ze mogen het terug eisen als ze dat willen. Het is nog niet duidelijk wat de nieuwe thuishaven van de scoutingvereniging wordt. Nee, we hebben wel een tijdelijke locatie al. Daar gaan we volgende maand, als het goed is, naartoe verhuizen. Maar een vaste locatie hebben we nog niet, dus daar zoeken we nog een plekje voor. Verhuizen betekent flink opruimen, maar lang niet alles komt bij het vuilnis te staan. Nou, we hebben natuurlijk een heleboel spullen verzameld de afgelopen 30 jaar. En daarvan is heel weinig maar weggegooid of uitgezocht. En daarom kunnen we niet alles meenemen, helaas. Maar er zijn toch ook een heleboel spullen waarvan we denken van, nou, die moeten toch wel een plekje krijgen. Die horen niet thuis in de prullenbak. Dus we hebben vanavond om 7:45 op YouTube een livestream. En daar kunnen de leden en de oud-leden van de Paulus bieden op de spullen die herinneringen voor hun hebben. Ik heb hier alvast een voorproefje. We hebben hier een onderdeel
van het oude roer van de boot de Meta. Dus voor veel oud-leden heel herkenbaar. Er zitten nog mooie beschilderingen op. En ja, dit roept gewoon herinneringen op. Dus dat moet vanuit historisch bewaren en documentatie oogpunten verkocht worden. Deze oude trompet, ook heel herkenbaar voor alle oud-leden. Er werd elke week de opkomst mee ingeluid. Dus bij het geluid van die trompet hoor je al op zondagochtend de boten tegen de kant klotsen en alles ingeladen worden. En dan hebben we nog dit wiel. Dit hing altijd aan de muur in het Welpenstafhok. En dat was gewoon decoratie. En ik heb me laten vertellen dat het zelfs ook nog op de oude locatie heeft gehangen waar de Paulus eerst huisvesting nam. Dus deze gaat heel lang terug. Dat was in de kelder van het Bona, waar nu de kluisjes zitten.